Het is een bijzondere reunie van een klas van een bijzonder meisje. Vanavond zendt de KRO een speciale aflevering uit van het programma De Reunie. En daarin komen 15 klasgenoten van Anne Frank aan het woord. Ze hebben bij Anne Frank op de Montessori-school gezeten en op het Lyceum in Amsterdam. Daar, de geschiedenis ligt op de keukentafel. André Kopenhagen, 78 jaar oud, heeft ze erbij gepakt. Een foto van hem, genomen op de Montessori-school aan het begin van de oorlog. En een foto van het wereldberoemde meisje. Het komt dus uit het fotoalbum van mijn moeder. En toen heeft mijn zoon, mijn oudste zoon, heeft deze foto van het internet gehaald. En het is precies dezelfde situatie met dezelfde planten erachter. Dus die is of net voor mijn foto of net na mijn foto genomen. Kopenhagen en de andere leerlingen vertellen in de uitzending van de reunie over Anne Frank en hun kindertijd tijdens de oorlog in Amsterdam. De jonge André kon goed knikkeren. Iedere keer wanneer een Joods gezin te horen kreeg dat het op transport werd gesteld, voerden de kinderen van dat gezin een ritueel op. En die gingen dan de avond daarvoor hun waardeloos geworden knikkers op straat strooien. En het was altijd een soort opwindend gebeuren, want alle andere kinderen die nog niet aan de beurt waren, die holden er achteraan en die probeerden de knikkers te verzamelen en op te rapen. En die knikkers rolden allemaal over de straat. Het werd met kracht weggesmeten en al die andere kinderen erachteraan. Maar dat was ook tegelijkertijd dus een soort afscheid. Ja, dat was ook iets heel dramatisch gebeuren, maar dat wist je, dat besefte je toen eigenlijk nog niet. Dat was het vreemde aan het hele verhaal. Heel macaber. Eigenlijk. Heel macaber, want het was wel zo dat je soms een week later vond je nog een paar knikkers ergens in een goot die niet gevonden waren. En de mensen waren al lang weg, maar die knikkers die lagen er nog. Dat was heel gek. Ja. Kopenhagen heeft de oorlog overleefd. Veel kinderen uit zijn klas, ondanks de oorlog optimistisch en vol levensverwachting, zijn vergast. Bent u boos op de loop van de geschiedenis? Nee. Nee. Het gaat zoals het gaat. Ja, het gaat zoals het gaat. En ik weet zeker dat er nu ook nog heel erg verschrikkelijke dingen gebeuren. Ja, ik heb ook nooit wrok gehad tegen de Duitsers in het algemeen. Nee. Individuen, ja, die kunnen zich verschrikkelijk misdragen. En dan deze week. Er vallen wat sneeuwvlokken en vervolgens ligt het treinverkeer dagenlang plat. Dat was het gevoel van veel Nederlanders deze week. In werkelijkheid viel er op sommige plekken tot wel een halve meter sneeuw. De kritiek op de NS en spoorbeheerder ProRail is niet mals.